Nou, mijn naam is Melissa van Beekveld. Ik ben promovendus hier aan de Radboud Universiteit. En ik werk in de richting van donker materie. Ik denk dat jullie mij allemaal heel goed kunnen verstaan. Ja? Oké, mooi. En jij kan mij ook verstaan op de opname. Helemaal prima. Nou, ik heb hier op de achtergrond een plaatje staan, een screenshot staan, van een van mijn favoriete spellen. Nou, gezien het publiek weet misschien niet iedereen wat dit is. Kunnen mensen de hand opsteken die het wel weten? Ja, oké. Ja, mooi, zeg het maar, wat is het? Helemaal goed. Van The Legend of Zelda. En ik zeg al, dat is een van mijn favoriete spellen. Het is de allernieuwste versie, inderdaad. Nou ja, je moet een beetje ontspanning hebben ook, hè? Goed, waarom heb ik hiervoor gekozen? Het hoofdpersonage, Link, staat hier voor de ingang van de Lost Woods. En de Lost Woods is een moment in het spel waarbij je eigenlijk geen idee hebt hoe je verder komt. En zo voelt voor mij de zoektocht naar donker materie. Wij staan nu op een moment in de natuurkunde waar we eigenlijk niet zo heel goed weten hoe wij verder gaan komen. Nou, waarom dat zo is en wat wij er allemaal aan doen om wel verder te komen, ga ik uitleggen in deze lezing. Specifiek, jullie gaan erachter komen waarom we precies weten wat donker materie is, maar tegelijkertijd echt geen idee hebben hoe we er precies naar moeten zoeken. Het is een enorm complexe zoektocht. En dit is een tegenstelling, maar jullie gaan begrijpen na dit uur waarom ik dit heb gezegd. Heb je een kwestie van definitie? Daar komen we achter. Goed, laten we beginnen bij het begin. En het begin was in 1933. Er was namelijk een Bulgaarse astronoom genaamd Fritz Zwicky. Die... Kom binnen. Als er nog een plekje is. Er was een Bulgaarse astronoom genaamd Fritz Zwicky die clusters, sterrenclusters bekeek. En sterrenclusters zijn, of kortweg clusters, zijn enorme objecten in onze hemel die bestaan uit sterrenstelsels en gas. Het zijn echt enorme dingen, dus veel groter dan een sterrenstelsel aan zich, veel groter dan ons melkwegstelsel. En wat hebben die clusters gemeen? Al die objecten die in zo'n cluster zitten, die draaien gravitationeel rondom een gezamenlijk middelpunt. Zo wordt dat hele cluster bij elkaar gehouden. Nou, wat Fritz deed, hij bekeek dit soort clusters. Hij keek ten eerste hoeveel licht er vandaan kwam. En ten tweede hoe snel de sterrenstelsels in zo'n cluster ronddraaien. Ja, tuurlijk. Het licht een beetje lager. Ja, moet ik even kijken hoe? Heb ik een technet? Ja, meestal is dat hier, maar... Nou, het kan nog wel meer, want... hier kan ik niks vinden. Maar we kunnen het ook compleet uitdoen, het licht. Maakt mij ook niet zoveel uit. Ja, dat is hoe het er 's nachts echt uitziet, hè? Is dat erg voor de opname overigens? Sorry dat het allemaal zo rommelig is. Nou, we gaan het gewoon doen. Nou, het gaat, denk ik om dit plaatje. Ja, nou, ik heb al meer van dit soort plaatjes. We gaan het wel zien. Ik zie de opname alleen in zwart. Wacht, de materie komt. Maar kan hij wel... Het publiek vraagt uit. We gaan hem de horen, toch? Even hij moet toch aanblijven. Het is voor meer dan alleen jullie. Er zijn veel meer mensen die terug gaan kijken. Dus we laten hem dan toch aanspreken. Ik ga wel even zoeken hoe we het dimmer kunnen. Ja, hartstikke bedankt. Oké, nou ja, jullie hebben net heel even snel het plaatje gezien. Wat je kunt zien hierop is dus zo'n enorm cluster. Ik zal even weer vooraf aan beginnen. Zo'n cluster bestaat uit sterrenstelsels en uit gas. En wat Fritz Zwicky deed in 1933, is hij bekeek ten eerste hoeveel licht er van zo'n cluster vandaan komt. En ten tweede hoe snel die sterrenstelsels in dat cluster rond aan het draaien waren. En wat hij zag was iets heel bijzonders.
Hij zag namelijk dat die sterrenstelsels wel heel erg snel ronddraaiden. Zo snel dat eigenlijk die dingen uit een baan moeten vliegen. Hier heb ik een voorbeeld van meegebracht. Ik vond het wel een leuk plaatje. Precies dit had Frits ook verwacht om te zien bij die sterrenstelsels. Maar dat gebeurde niet. Ik bedoel, die sterrenstelsels zijn miljoenen jaren oud. Die zijn nog steeds stabiel. Of die clusters, sorry. Dus dat gebeurde niet. Er moest iets anders aan de gang zijn. Nou, wat dan? Hij keek naar dat cluster en hij keek hoeveel licht daar vandaan kwam. Misschien heeft hij gewoon niet al het licht gezien. Heeft hij niet alle materie gezien die in het cluster aanwezig was. Dus hij was echt de eerste die de term donkere materie hiervoor gebruikte. Maar donker was hier echt een bijvoeglijk naamwoord. Hij verwachtte, ach, er zijn vast nog heel veel andere soorten objecten. Denk aan zwarte gaten, denk aan neutronensterren, wat dan ook. Objecten die niet per se zichtbaar licht uitstralen en daarmee niet gezien werden. Nou ja, Frits heeft dit opgeschreven, maar hij werd compleet niet geloofd. Want je moet je voorstellen, deze Frits was geen fijne man. Hij noemde zijn collega's vaak sferisch-symmetrische klootzakken. Dat vond hij een fijne term om te gebruiken. Dus het was, kijk, je kunt je voorstellen als iemand zich zo profileert ten opzichte van de rest van je collega's. Ja, dan valt hij in een zwart gat inderdaad. Dat is niet iets wat je gaat geloven. Zit die dan aan, doe deze uit. Komt iets. Ja, dit is helemaal goed. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Maar goed, hij werd compleet niet geloofd. En daardoor bleef dit probleem ongeveer 35 jaar stil. In de jaren 70 veranderde dit, ook door de opkomst van nieuwe technieken. Maar in het jaar 1978 werd er iets heel bijzonders gedaan. Daar was Vera Rubin namelijk, een Amerikaanse astronome, en haar team bekeek eigenlijk naar precies hetzelfde fenomeen, maar dan in sterrenstelsels. Nou, sterrenstelsels zijn objecten die gemaakt zijn van sterren. En die sterren die doen precies hetzelfde. Nu blijf je weg. Okay. Sterrenstelsels zijn eigenlijk, die doen hetzelfde, maar daar zijn het de sterren die om zo'n gezamenlijk middelpunt draaien. Nou, wat zag zij? Zij zag het volgende plaatje. Wat zie je hier? Dit is het middelpunt van zo'n sterrenstelsel. Denk aan aan ons melkwegstelsel bijvoorbeeld. Dit is het middelpunt en dit is de afstand van een bepaalde ster tot dat middelpunt waar ze allemaal omheen draaien. Op deze as zie je de snelheid van individuele sterren. En dan zie je ten eerste hier datapunten, die zwarte puntjes. Dat is wat zij gemeten heeft. En dan zie je twee lijnen. Eén die horizontaal loopt en één die afvalt. Nou, wat stelt dit voor? Het volgende. Deze, herinner je van de vorige slide, fit precies. Die gaat precies door die datapunten heen. En dit is de curve die we verwachten te zien. En als ik dit filmpje ga draaien, wat wij dus zien is ook in sterrenstelsels dat die sterren veel en veel te snel ronddraaien. Die zouden weg moeten vliegen. Tenzij er wederom een extra component is die zwaartekracht daar kan veroorzaken. Want wat er gebeurt, er is dus te weinig licht, dat wil zeggen te weinig massa, die zwaartekracht kan veroorzaken. En die zwaartekracht is verantwoordelijk om die sterren in hun baan te houden. Hetzelfde als dat die hamster in het begin op een gegeven moment zijn grip verliest. De grip van sterren is zwaartekracht. Dus die moet er genoeg zijn. Nou ja, die zien we niet genoeg. En dat is het probleem. Als we dan donkere materie in gaan voeren, dan zie je, dit is een sterrenstelsel. Die donkere materiewolk die er omheen gaat, trekt zich uit tot wel 5 keer de grootte van het sterrenstelsel zelf. Het is echt een enorme hoop donkere materie die je nodig hebt om die curves te verklaren. Goed, nu zou je kunnen zeggen, ach, weet je, het zijn twee dezelfde soorten bewijzen. Bij beide bewijzen hebben we iets wat donker is nodig. Nog steeds kan hier het argument zijn, goh, we hebben inderdaad extra zwarte gaten. Of we hebben
andere objecten wat geen licht uitzendt. En daar gingen mensen ook massaal naar op zoek. Op dit moment was het niet zo'n probleem gevonden. Het was meer van, oh ja, inderdaad, we zien dit, het is systematisch, maar het zal vast aan ons liggen. Onze metingen zijn simpelweg niet goed genoeg. Maar dit veranderde in 1992. In 1992 werd er namelijk een hele bijzondere foto gemaakt. De babyfoto van ons heelal. Dus wat je hier ziet is de nagloei van de oerknal. En die oerknal die is wat 13,8 biljoen jaar geleden gebeurd. En dit is een foto van het heelal toen het slechts, tussen aanhalingstekens, 400.000 jaar oud was. Nou, op zich is die nagloei niet zo heel bijzonder. Die nagloei was namelijk al eerder ontdekt, in 1965. Per toeval. Dus wat je hier ziet is een radiotelescoop. En deze radiotelescoop was opgezet om communicatie te hebben met satellieten en voorlopers van satellieten. Dus oké, ze hebben het hele ding opgezet. Ze denken, oké, ik ga contact maken met mijn satelliet. Maar ze zien op hun signaal de hele tijd een vervelende soort achtergrondruis. Zij dachten, oké, dan is er vast iets mis met onze radiotelescoop. Die moeten we aanpassen. Dus wat die mensen gingen doen, ze gingen de schroefjes aandraaien. En ook... Nou ja, iemand die iets van vogels weet, zal dit gelijk herkennen als een ideale broedplaats voor vogels. Specifiek duiven. Hier zaten ontzettend veel duiven in. Dus wat mensen toen hebben gedaan, is al die duiven afknallen. Letterlijk. Hele horenantennes schoonmaken. Ervoor zorgen dat het echt, ja, dat niet dat signaal kon verstoren. Maar toen zagen ze het nog steeds. En het duurde niet heel lang voordat ze zich beseften, oh man, we hebben hier wel een hele bijzondere ontdekking gedaan. Want wij hebben hier... bewezen dat de oerknal bestaat. Dat er zoiets is geweest als de oerknal. En zij hebben hier later ook de Nobelprijs voor gekregen. Nou, deze foto stamt dus uit 1992. Overigens, zelf heeft u waarschijnlijk ook al wel eens deze nagloei van de oerknal gezien. Want ik weet zeker, wederom afgaand op de gemiddelde leeftijd van dit publiek, dat jullie allemaal de Beeldbuis-TV hebben meegemaakt met de grote toeter. Nou, als je die op een stationair kanaal zette, niet instelde op een zender, dan is er allemaal van die achtergrondruis, was dat te zien. En een heel klein deel van die achtergrondruis wordt veroorzaakt door deze straling. Dus waarschijnlijk heeft u het zelf ook gezien voor 1992, alleen dan zonder dat te beseffen. Maar goed, wat is er dan zo bijzonder aan deze foto? Nou, wat jullie kunnen zien is verschillen in kleur. Je ziet rood en je ziet blauw. Nou, de verschillen in kleur die duiden verschillen in temperatuur aan van die straling. En die verschillen in temperatuur duiden oneffenheden aan van het vroege heelal. Dus waar het rood is, is er iets meer materie aanwezig. Waar het blauw is, is er iets minder materie aanwezig. En hier komt de crux. Die verschillen zijn maar een 100.000ste van een graad. Zijn enorm klein. En dat hadden wij niet verwacht. Ja, ik zeg wij, ik was toen nog niet eens geboren. Dat hadden ze niet verwacht. Ze hadden verwacht dat die temperatuurverschillen veel en veel groter waren. En de reden hiervoor is dat normale materie, gewoon materie die licht uitzendt, op een of andere manier inderdaad gekoppeld is aan licht. En ze wisten tegen die tijd wel hoeveel normale materie aanwezig was in het vroege heelal. Maar... die hoeveelheden en de verschillen tussen die hoeveelheden werden niet verklaard door dit plaatje. Absoluut niet. Dus mensen gingen heel goed op zoek, oh, hebben we niet iets fout gedaan? In deze meting hebben we misschien dingen niet meegenomen. Maar dit is echt wat eruit kwam. En dit is wat er nu nog steeds uitkomt. Dus hier, de enige reden waarop dit makkelijk te verklaren is, is door een component van materie in te voeren die niet praat met licht, die geen interactie aangaat met licht. En dit is niet het enige. Dit is het vroege heelal, maar dit is een plaatje wat ik jullie net liet zien. Nou, hier zit dus iets van 13 biljoen jaar tussen. Miljard, sorry. maar hoe komen we nou van dit naar dit plaatje? Nou, dat weten we eigenlijk heel goed. En daarvoor moet ik het licht weer heel even aandoen. En ik heb twee vrijwilligers nodig die hier naar voren kunnen komen. Ja? Twee vrijwilligers.
Anders gaat het praatje niet door. 1 en 2. Prima. Even een applausje. Oké, wat jullie mogen doen is dit laken vasthouden. Bij de punten, als we die kunnen vinden. Dus hier zit er eentje. En hier zit er eentje. En dan wil ik van jullie vragen om zo dicht mogelijk die kant op te gaan staan en hem helemaal strak te trekken. Dus hier moet hij zijn. Hier zit hij. Hij moet veel strakker, echt strak. Zo strak als maar kan. En niet te hoog, want ik ben maar een klein meisje. Yes, helemaal goed. Dit is de ruimte. Oké, de ruimte is driedimensionaal, maar omdat we dat niet kunnen uitbeelden, is hij hiervoor nu tweedimensionaal. En ruimte doet iets grappigs. Als je namelijk een massa legt in de ruimte, dan krompt die. Nou, dit is iets wat bedacht is door Einstein al in het begin van 1900. Maar wat dus nu de massa gaat doen, is op een gegeven moment dat er één zwaartekrachtsput is gecreëerd, dan is het heel makkelijk voor andere deeltjes om daar ook naartoe te rollen. En precies dit is hoe wij van daar naar daar komen. Dank u wel. Graag gedaan. Doe ik hem weer uit. Nou, dit kunnen we ook simuleren. We hoeven dat niet per se allemaal met een laken te doen. Dit kunnen we ook gewoon simuleren in 3D. En een voorbeeld van zo'n simulatie zie je hier. Dus je begint met een heelal wat zo goed als uniform, wat zo goed als gelijk verdeeld is. Dan zetten we de tijd aan. En wat je dan ziet is dat die structuren gevormd worden. En je ziet dat er meer materie komt op bepaalde plekken. Dat is ik heb volgens mij het licht helemaal uitgemaakt. Sorry, maar volgens mij is dat een probleem. Was dat zo? Oké. Je ziet plekken waarbij heel veel materie is ontstaan. En je ziet plekken waar helemaal niks meer is. Nou, dat is leuk. Maar om dit te kunnen doen in de tijd die ervoor staat, die 13 miljard jaar, heb je wel nodig dat er genoeg van die zwaartekrachtspunten zijn. En die zijn er niet met de normale materie die wij zien. Ook hiervoor hebben wij een extra component donkere materie nodig om dit te verklaren. En dan is er nog iets meer. We kunnen hier meer vanuit afleiden. Want donkere materie gedraagt zich op een hele speciale manier. Donkere materie maakt die zwaartekrachtsputten, maar maken ook echt diepe zwaartekrachtsputten. Op het moment dat dat te licht zou zijn, die donkere materie, of te snel zou bewegen, dan zou je wel die zwaartekrachtsputten hebben, maar verspreid over een veel groter oppervlak. En wij kunnen zien in ons vroege heelal dat er eerst sterren zijn gevormd, daarna sterrenstelsels en daarna die grote clusters. Nou, die volgorde van de evolutie van het heelal zegt tegen ons dat de donkere materie zwaar genoeg moet zijn. Hij mag niet te snel bewegen. Dat weten we daaruit, ja. Is het model dat er vanaf het begin altijd evenveel donkere materie is geweest, of is er een ontwikkeling? Dat is zeker een ontwikkeling, ja. Want in het vroege heelal, dus echt vanaf het punt waar de Big Bang uit is gekomen. Kijk, wat daarvoor is, weten we niet. Maar opeens was daar een ruimte en was daar materie. Nou, dat was een enorm hoe zeg je dat? Gewelddadige omgeving. Er gebeurde van alles. Materie praatte met andere materie, continu. Donkere materie werd gecreëerd en toen ging het weer weg. Maar op een gegeven moment is het heelal dijt ook uit in die fase. En op een gegeven moment is het heelal als het ware genoeg uitgedijd voor de donkere materie om met rust gelaten te worden. En vanaf daar weten we, zoveel donkere materie was er. Maar waarom kan het toch niet gewoon een enorme hoeveelheid zwarte gaten zijn? Nee, dat kan niet. En daar ga ik op komen waarom dat zo is. Wat wel kan. Ja, nee, zal ik dadelijk terug op komen. Onthoud deze vraag. Als ik hem niet beantwoord, ja, nog een keer vragen. Ja. Nog een vraag is iemand Erik van Linden en ik kom bij de andere keer. Ja, ook daar kom ik nog op terug. Ja. En nog één.
zit die zwarte materie ook in ons zonnestelsel? Ja. Zit helemaal tussen de sterren? Nee, die zit zeker ook hier. Okay. Zit zeker ook hier. Als het klopt. Sorry? Zit die in ons lichaam? Ja, ook. Ook. Sterker nog, per seconde wordt u door duizenden donkere materiedeeltjes gebombardeerd, zonder te merken. Maar de buitenste planeten draaien niet harder dan je zou verwachten. Nee, klopt. De reden daarvoor is dat die donkere materie, je zag het net, op die foto waarbij ik had, simulatie die ik had, waarbij je een klein melkwegstelsel hebt, een enorme bolhoop van donkere materie, lokale effecten worden niet aangepast op donkere materie. Het is alleen op hele grote schaal dat we dit nodig hebben. Dat is ook waarom mensen zoals Erik Verlinden denken, goh, misschien is onze zwaartekracht wel fout. Want wij kunnen zwaartekracht alleen testen op kleine schaal. Maar misschien op hele grote schaal gaat het fout. Maar het antwoord daarop is, hoe verklaart hij dit? Ik heb geen idee. Ik denk Erik zelf ook niet. Maar goed, ik kan er dadelijk nog wel even over praten. Goed, we zijn dus nu in deze situatie. Welk bewijs voor donkere materie hebben we gevonden? Ten eerste dat het donker is. Het zendt geen licht uit, anders hadden we het al gezien. Ten tweede moet het altijd al aanwezig zijn geweest. Dus het moet in een of andere vorm stabiel zijn. En het moet zwaar genoeg zijn. Dat hebben we ook gezien. Dit zegt ook tegen je dat je niet alleen maar met zwarte gaten kunt werken. Kijk, hier kunnen heel veel. Oké, hier is waarschijnlijk één zwart gat, die precies woensdag bekend werd gemaakt. Maar, in zo'n cluster kunnen heel veel zwarte gaten aanwezig zijn. Maar in het vroege heelal waren er nog geen zwarte gaten. Dan was het één grote brei van deeltjes, zeker geen zwarte gaten. In ieder geval niet zo groot als die we nodig hebben. Dus daarmee kun je zeggen, omdat we het over zo'n grote tijdschaal nodig hebben, is het onwaarschijnlijk dat het alleen maar materie is die we simpelweg niet hebben geobserveerd. In 2006 kwam er nog een heel bijzonder stuk bewijs voor, in de vorm van een bullet cluster. En dat bullet cluster zie je hier. Wat is een bullet cluster? Dat zijn twee botsende clusters geweest, lang geleden. En de sterrenstelsels van dat cluster zie je hier. Niet per se met blote oog, daarom heb ik het hier ingetekend. Maar je ziet hier een grotere dichtheid van sterrenstelsels en hier een grotere dichtheid van sterrenstelsels. Maar herinner je, een cluster bestond uit sterrenstelsels en gas. Nou, de sterrenstelsels, als die op elkaar botsen, de kans dat het ene sterrenstelsel het andere sterrenstelsel tegenkomt, is gewoon heel erg klein. Dus die zullen wel door elkaar heen vliegen. Gas doet iets heel anders. Gas heeft namelijk wrijving, dus die komt in het midden tot stilstand. En dat kun je echt vergelijken met twee waterdruppels bijvoorbeeld die je op elkaar laat botsen. Twee auto's die je op elkaar laat botsen, die komen in het midden tot stilstand. En dat is precies wat het gas ook doet. Nou, dit cluster was al lang bekend. Wat werd er in 2006 gedaan? In 2006 werd het cluster gebogen. Nou, hoe doe je dat? Je zet het niet zomaar op een weegschaal. Het is een andere uitvinding van Einstein geweest. Want wat je hier ziet is een zwaar object die, zoals ik net aannemelijk heb geprobeerd te maken, de ruimte kromt. Die kromming van de ruimte heb ik hier ingetekend als een blauwe gloed. Nou, stel nou, achter dat object staat een ster of een sterrenstelsel of wat dan ook, wat ik hier op aarde wil observeren. Nou, naïef gezien zou je zeggen, dit ding staat ertussen, dus no chance in hell dat we dit gaan kunnen zien. Maar licht doet iets heel bijzonders. Licht is namelijk ontzettend lui en gaat van A naar B alleen over het allermakkelijkste pad. Nou, als dat pad, als licht ziet, tussen aanhalingstekens, dat hij door een hele diepe vallei moet en dan weer omhoog moet klimmen, dat gaat licht niet doen. Licht die gaat er gewoon omheen. En dit is een voorspelling van Einstein geweest. En wat je dan kunt zien, voor ons lijkt het nu alsof die ster uitgesmeerd is over een soort van ring. Dit kun je precies hetzelfde voorstellen. Dus ik heb hier wijnglazen meegenomen, maar ik denk dat het allemaal niet zo heel goed gaat werken. We gaan het zien. Als je door een wijnglas kijkt naar een lichtbron, dan zie je daar een lens ontstaan. Hetzelfde als wat een bril bijvoorbeeld ook doet. En dat is dus wat hier gecreëerd wordt
door die massa in dat zwaartekrachtsveld. Nou, hoeveel licht gaat afbuigen en waar precies licht gaat afbuigen, wordt bepaald door de massaverdeling. Nou, hier heb ik een plaatje van hoe het eruit zou kunnen zien. Dit is echt een bijna perfecte zwaartekrachtslens die gemaakt wordt. Meestal, dus hier zie je het zware object, wat dus die ruimte komt. En hierachter zie je die ring die ontstaat doordat licht gekromd naar ons toe komt. Maar in realiteit komen dit soort fenomenen maar heel zelden voor. Want hier zie je die bijvoorbeeld niet. Niet met de blote ogen, tenminste. Want als je dit gaat bekijken met computertechnologieën, dan zie je dat er inderdaad hier en daar afbuigingen zijn van sterrenstelsels die op de achtergrond staan. En als we nou in gaan tekenen, wat precies de verdeling is van materie in dit cluster, dan zit die aan de buitenkant. En dat is weer iets heel vreemds. Want wat wij zouden denken, kijk, sterrenstelsels zijn gas, er is enorm veel gas en er zijn enorm veel sterrenstelsels, die wegen allebei ongeveer gelijk. Dus wat je zou denken is dat die materie gewoon zo verdeeld zou zijn. Maar wat je ziet in blauw is dat hier en hier veel meer massa aanwezig is dan hier in het midden. En dit is wederom een lastige om te verklaren voor Erik Verlinde. Ik heb er nog geen antwoord op gehoord. Maar dit kun je wel verklaren door te zeggen, ik voer een nieuwe component materie in, waarvan we op dat moment nog niks weten, behalve dan dat het zich in ieder geval niet gedraagt zoals het gas in het midden. Want het gaat, als clusters inderdaad bestaan uit zowel sterrenstelsels, gas en donkere materie, dan zal die donkere materie met die botsing ook gewoon door elkaar heen vliegen. Want anders zouden al die andere observaties die ik al heb genoemd ook niet kloppen. Dus die zou zich precies op deze manier gedragen. Dus dit is een sterk bewijs voor donkere materie als echt nieuwe vorm van materie. Nou, ik heb hier vier voorbeelden genoemd. Dit is lang niet alles wat wij ooit hebben geobserveerd. We hebben nog veel meer geobserveerd, maar die ga ik hier allemaal niet noemen. Ik wil wel één ding hierbij zetten en dat is een heel recent onderzoek geweest. Dit onderzoek kwam namelijk 2 weken geleden uit. En wat zij daar hebben gezien, het gaat weer terug eigenlijk naar wat we hier in het begin hebben gedaan met die rotatiecurve. Wat zij daar hebben gezien is 2 sterrenstelsels waarbij deze verwachte curve wel gewoon is wat ze observeren. Deze sterrenstelsels hebben geen donkere materie nodig. Bijzonder. Hoe krijg je dat verklaard? Nou, misschien is er een of andere. In deze 2 artikelen hebben ze heel veel speculatie van wat dit zou kunnen zijn. Een of andere supernova die alle donkere materie weg heeft geblazen, bijvoorbeeld. Of een hele grote zwaartekrachtsgolf die het eruit heeft geduwd. Kan van alles zijn geweest, ze hebben geen idee wat. Maar het is je voor te stellen dat donkere materie inderdaad weggeblazen zou kunnen worden door zo'n fenomeen. Dus, nu zijn we hier. Wat hebben we tot nu toe gezien? We hebben gezien dat er rotatiecurven die niet kloppen, zijn die niet kloppen. We hebben er ook één gezien die wel klopt. Dan hebben we gezien dat we het nodig hebben om die oneffenheden van het vroege heelal te kunnen verklaren. En we hebben het nodig om überhaupt, de reden dat ik hier sta, is donkere materie. Zonder donkere materie hadden we niet nu al deze structuren kunnen hebben. In onze simulaties is dit echt nodig. En dan heb je dit ding, waar we dat ook moeten plaatsen. Nou, wat is donkere materie nu? Donkere materie is in één zin de simpelste beschrijving voor al deze fenomenen. Dat bedoelde ik met in het begin te zeggen, we weten precies wat donkere materie is. Je voert deze donkere component aan extra massa toe en dan kun je alles verklaren. Klaar. Maar ja, daarmee weten we natuurlijk nog niet helemaal wat het is. Je weet de functie, maar ik weet niet wat het is. Precies, je hebt geen idee wat van is gemaakt. Maar je moet nog wel een aantal dingen aannemen voor de verdeling. Ja, heeft u helemaal gelijk in. Ja. Nee, natuurlijk, er zijn nog. De interactie moet je aannemen. Daar heb je geen idee wat het. Maar dit is deel 2. Waarom de. Beter donkere
Nee, we noemen het echt... Met materie krijg je meteen een idee alsof het echt iets is wat je kunt aanraken. Ja, maar dat is het ook. Dat is niet onder nooit aangeraakt. Nee, maar om dit soort dingen te verklaren, moet het zich gedragen zoals materie. Dat is de reden waarom wij donker materie noemen. Zwaartekracht zou suggereren dat het een nieuwe soort kracht is. Een donkere zwaartekracht. Stel maar iets voor. Ja, nee, dat snap ik. Ik zou het geen materie willen noemen, omdat het namelijk niet voldoet aan de ideeën die wij over materie hebben. Ja, of wel. Dat weten we helemaal niet. Dat is een hele interessante discussie. Sorry? Dan dus al helemaal niet, als je het niet weet. Maar ik wil het even tussendoor. Nee, ja, kom vooral trouwens met vragen tussendoor. Dat vind ik helemaal niet erg, dat is alleen maar leuk. Hier in de wereld gaan, zeg maar, CERN, die micro, het hele andere eind van het spectrum. Hè? Zie je ook aanwijzingen met donkere materie? Gaat deel 2 over. Simpel antwoord is nee, overigens. Maar goed. We gaan nu in op de vraag, wat is het? En dit is een hele belangrijke vraag. Want dat wat ik jullie heb laten zien... Nou, je kunt daaruit afleiden, daar ga ik hier verder niet op in... dat er slechts 15% van alle materie of alle zwaartekracht, hoe je het ook wil noemen... wat wij zien, is gegoten in een bekende vorm. De andere 85% is gegoten in een vorm waarvan wij echt helemaal niks weten. Behalve de zwaartekrachtsinteractie. Ja, nou dat zou de zee zijn. Okay. Dat is echt nog compleet onbekend. Dat is een compleet ander verhaal. Donkere energie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de uitdijing van het heelal. Ja. Voor de versnelde uitdijing van het heelal. Maar wat donkere energie precies is, daar weten we nog veel minder van. Nee, niet. Nou, kijk, wij hebben een model voor hoe het heelal is ontstaan. Het lambda-CDM-model. Dus wat dat betekent is, we hebben een component donkere energie, dat is lambda. En we hebben CDM, cold dark matter. Als we dat invoeren, kunnen we een heel groot deel van wat we zien verklaren. Maar dat betekent hetzelfde voor wat voor donkere materie geldt, geldt ook voor donkere energie. Daarmee heb je nog niet gezegd wat het is. Daarmee weet je eigenlijk nog steeds niks. Het is een soort van knopje die je kunt zetten en uit kunt zetten. Alleen maar om onze observaties te kunnen verklaren. Sorry? Het is eigenlijk een wiskundig hulpmiddel. Het is een wiskundig middel, ja. Zo moet je het zien. Het heeft een plaats in de wiskundige vergelijkingen. Maar meer dan dat, ja, dat is natuurlijk nog geen verklaring voor wat het echt is. Dus inderdaad, donkere energie kunt u zien als deze hele zee waarvan we echt nog helemaal niks weten. Maar goed, laten we eerst eens ingaan op de vraag, waarom denken we eigenlijk dat donkere materie dus echt een ander soort materie is dan de bekende materie? Nou, de bekende materie is gegoten in 17 verschillende bouwblokken, in een theorie die het standaardmodel heet. En van die 17 verschillende bouwblokken, ook wel deeltjes, kunnen wij alles wat we hier om ons heen zien beschrijven. Dus de kleinste bacteriën zijn gemaakt van deze dingen, de stoelen waar u op zit zijn gemaakt van deze dingen, uw lichaam is gemaakt van deze dingen. En daar weten we heel veel over. Ik zou niet zeggen alles, want mijn PhD gaat eigenlijk hierover. Maar we weten in ieder geval hoe dit werkt in het vroege heelal, et cetera. Nou, waarom heeft donkere materie nou hier geen plek in? Laten we eens even gaan opsommeren wat we allemaal weten over die donkere materie. Ten eerste weten we dat het geen licht uitzendt. Anders hadden we het al kunnen zien. Nou, dat simpele gegeven maakt dat meer dan de helft van het standaardmodel afvalt. Al deze deeltjes die je hier ziet, zenden simpelweg licht uit. Dus deze zijn het al niet. Dan, ten tweede, het moet stabiel zijn, want we hebben het in het vroege heelal nodig en we hebben het nu nog nodig. Nou ja, welke strepen we dan weg? De onstabiele deeltjes. Zal het ook voortdurend een dans kunnen zijn van de virtuele deeltjes die echt bestaan dan weer verdwijnen? Nee, daarvoor zijn de tijdschalen veel te groot. Het zijn echt, die bolhoop die je nodig hebt, die is veel te groot om die wisselwerking altijd uit te voeren. Daarnaast zijn de snelheden te klein. Ook daar kom ik later nog op terug. Ten derde moet het niet te veel wrijving hebben, te sterk koppelen. Want anders zou je dit niet kunnen verklaren.
Nou ja, daarmee valt dit deeltje af. Houden we er nog drie over. Dat zijn de neutrino's. Waarschijnlijk bekend. Maar ja, dan hebben we nog dat dingetje dat ze langzaam genoeg moeten gaan. Want als dat niet zo zou zijn, dan zouden we eerst clusters vormen, dan pas sterrenstelsels en dan pas sterren. Nou, dat is niet wat we zien in het vroege heelal. We zien hem precies andersom. En daarmee vallen deze neutrino's in ieder geval af. Dus, dat waren onze 17 bouwblokken. Wat is het dan wel? En oprecht, ik wou dat ik u hier het antwoord kon geven. En waarschijnlijk zou ik dan niet hier staan, maar ergens in Stockholm. Ja, 100% zeker. Maar ik weet het niet. We weten het niet. De natuurkunde weet het niet. En inderdaad, we weten niet eens zeker of het wel normale materie is. Want ik heb nu, onterecht, ben ik aan het afvallen geweest op alternatieve zwaartekrachttheorieën. Het feit is, tot op heden is er nog geen alternatieve zwaartekrachttheorie opgeschreven die al deze fenomenen kan verklaren. Deel daarvan is te verklaren, zeker. Maar niet allemaal. Nou, donkere materie verklaart alle fenomenen. Maar ons probleem, zo gezegd, is dat we helemaal niet weten wat het is. En precies dat maakt de zoektocht naar donkere materie echt enorm lastig. Want die eigenschappen die we hier hebben opgeschreven voor donkere materie, maakt dat het deeltje nagenoeg onzichtbaar is. Want onze detectoren hier op aarde zijn per definitie gemaakt van normale materie. Maar we hebben net aangenomen dat donkere materie in ieder geval geen sterke interactie aangaat met normale materie. Dus hoe gaan we het ding dan ooit zien als het zo goed als onzichtbaar is? Dat is een moeilijke vraag. Ja? Je zegt dat het onzichtbaar is, maar je neemt wel bepaalde verdelingen over de ruimte aan van die donkere materie. Ja. En dat wijst er eigenlijk op dat je gewoon met een theorie bezig bent waarbij je alles kunt verklaren. Want als je vrij mag kiezen hoe de donkere materie over de ruimte verklaard wordt, dan heb je oneindig veel variabelen, dan kun je ook alles verklaren. Nou, het punt is dat je te maken hebt met twee verschillende theorieën. Aan de ene kant hebben we de zwaartekrachttheorie van Einstein, waar we mee moeten spelen. De lambda, dus de donkere energie en de donkere materie, speelt de rol van een parameter in die vergelijkingen die je moet oplossen. Aan de andere kant heb je de deeltjesfysica. Deeltjesfysica en zwaartekracht zijn niet twee dingen die je in één vorm kan gieten, als het ware. Proberen wel heel veel mensen, maar dat is ook tot op heden niet gelukt. Dus inderdaad, er zijn heel veel vrije parameters die je kunt, heel veel vrije knoppen die je kunt verdraaien om te kijken wat die donkere materie nou precies is. Dit is wat het ook zo lastig maakt om ernaar te zoeken. Want ik zeg hier wel bijna onzichtbaar, maar misschien is het compleet onzichtbaar. Ook dat weten we niet. Belangrijke aanwijzing is daar toch voor dat je er toch wel in kunt kijken. Nou, het gaat inderdaad geen interactie aan met licht, dat weten we. Dat weten we 100% zeker. Maar of het een kleine interactie aan zou gaan met andere deeltjes die we hebben, of helemaal niet, dat is iets wat we niet weten. Je ziet het door zijn eigen zwaartekracht. Maar de zwaartekracht is niet beschreven door deze blokken. Die mist hier, zeker. Nou, wellicht, zeker niet met het foton, het lichtdeeltje. Ja. Zeker niet met het W-boson. Zeker niet met het foton. Okay. Maar met deze zou die misschien wel eens een interactie kunnen aangaan. Met deze misschien ook. Ligt er net aan wat voor een theorie je opschrijft. Ja, dat valt niet tussen. Jawel, dat zijn we continu aan doen. Ja, maar dan, ja, dat zijn we continu aan doen. Maar dat is niks gevonden. Nee. Nee, het is niet homogeen verdeeld. Het is echt gebonden aan normale materie. Dat is een van de bewijzen die voor donkere materie als nieuwe soort materie spreekt. En tegen een alternatieve niet-lokale zwaartekrachttheorie. Want wat je dan zou verwachten is dat donkere materie helemaal niks te maken heeft met daar waar normale materie verdeeld is. Maar wat wij zien door bijvoorbeeld die techniek te gebruiken van die zwaartekrachtslens, is dat, daar waar licht is, is ook veel meer massa aanwezig dan dat we zouden denken. Dus ja, dat zit daarin. Ja,
Je kunt, normaal kun je massa natuurlijk omzetten in energie. Hè? Ja. Dat gebeurt. Ja. Nou, als dit dan een soort massa is, dan moet dat dus ook kunnen. Klopt. Dat doen we bij de LSC. En daar komen we op terug. Zijn er nog meer vragen op dit moment? Wil laat maar komen. Nee? Oké, dan ga ik door. Dus, laatste deel is gecentreerd rondom deze vraag. Hoe zoek je naar een bijna onzichtbaar deeltje? Nou, op aarde doen we dat op 3 verschillende manieren. En die 3 verschillende manieren worden eigenlijk allemaal aangeduid op dit diagram. Wat zegt dit diagram? Donkere materie gaat op een of andere manier een interactie aan, wat die witte blob is, met normale materie. Nou, de eerste manier is om dit diagram van links naar rechts te lezen. Dat heet directe detectie. We hebben namelijk één geluk. Als donkere materie er is, dan is dat er heel erg veel. Wat ik net al zei, duizenden deeltjes per seconde komen door uw lichamen heen. Dat is er echt ontzettend veel. Dus, als we misschien lang genoeg wachten, zou het wel eens zo kunnen zijn dat donkere materie in komt vliegen op normale materie, een botsing aangaat, waardoor die normale materie een beetje geschud wordt. En donkere materie gaat zijn weg door. Dus dat kunt u voorstellen als 2 biljartballen die op elkaar botsen of zo. Nou, precies dit principe is directe detectie berust. Dus wat we daar doen is, we hebben enorme containers van normale materie, dan wel vloeibaar, dan wel in de vorm van kristallen. En we wachten heel erg lang totdat er een donker materiedeeltje besluit, tussen aanhalingstekens, op normale materie te botsen en precies zo'n trilling te veroorzaken. Nou, natuurlijk, donker materie is niet de enige soort materie die dit kan. Ik had het net over de beeldbuis, die ruis die je ziet. Nou, alle andere ruis wordt voornamelijk veroorzaakt door ruis wat komt vanuit de atmosfeer. De atmosfeer heeft ontzettend veel straling. Die komt ook in die detector. Dus wat mensen typisch doen, is ze plaatsen die detector heel ver onder de grond. Om ervoor te zorgen dat die aardkorst die daarboven zit, al die materie maar afschermt. Maar ook dan is het nog zaak dat je echt wil weten wat er precies in die detector gebeurt. En dat is het moeilijke van dit soort experimenten. Onderscheiden, is het echt donkere materie wat deze trilling veroorzaakt heeft? Of is het een of andere thermische fluctuatie in het medium? Of is het inderdaad een deeltje van de atmosfeer die er doorheen is geknald? Maar als er zoveel donker is, dan zou je toch juist verwachten dat er heel veel interactie komt? Ja, maar de interactie is heel klein. Ja, maar nee. Maar het is veel meer dan andere materie, dus ja. Ja, inderdaad. Maar als die interactie heel groot was, dan geldt niet op aarde. Ja, waarom niet? Nou, op op kosmische schaal is er heel veel donkere materie. Maar hier is de dichtheid van de gewone materie vele malen hoger. Hier op aarde, ja. Maar in de wolk waar we doorheen vliegen, is, nou ja, nee, is dat nog steeds wel waar. Ja, is het nog steeds waar. En bovendien moet je aannemen dat de donkere materie een eindige afmeting heeft. Ja, inderdaad. Ja, klopt helemaal. Dat die een... Dat die een precies, dat het blaadje wat ik in het begin liet zien, dat het inderdaad waar is. Dat het kan. Kan niet zo zijn. Maar goed, die experimenten die staan aan sinds 1985. En wat u hier kunt zien is de sterkte precies van zo'n interactie. En de limiet die daarop is gesteld. En je ziet, die neemt alleen maar af. Inmiddels zitten we hier of zo. Verschillende kleuren geven trouwens verschillende experimenten en verschillende technieken aan. Dus je wil niet de hele tijd met dezelfde techniek spelen. Want misschien vind je het met die techniek helemaal niet. Inmiddels zitten we hier. Nou, dit driehoekje is bereikt, kan ik u vertellen. We hebben nog steeds niks gevonden, helaas. Dat was de eerste manier. De tweede manier is eentje die ik het allerleukste vind. Dat is namelijk de productie van donkere materie. Als je dit diagram van onder naar boven leest. Dus daarmee heb je 2 normale materiedeeltjes die op elkaar laat botsen en donkere materie laat vormen. Nou, hoe doen we dat? Dat doen we in deeltjesversnellers. En de grootste deeltjesversneller die er nu op aarde te vinden is, is er eentje die vrij dichtbij is. Dat is namelijk de LHC. Dat is een enorme ondergrondse ring die op de grens tussen Frankrijk en Zwitserland is gebouwd. Dichtbij Genève, hier zie je het meer van Genève.
En die ring is 27 kilometer lang. Dus als je die boven Nijmegen zou plaatsen, zou dat er ongeveer zo uitzien. Echt een enorm ding. En wat doen ze daar? Daar versnellen ze bundeltjes van die normale materiesoorten. Met als enig doel om ze op een van die interactiepunten die je hier ziet te laten knallen en ze kapot te maken. Letterlijk kapot te maken. Maar zo'n botsing tussen deeltjes werkt heel anders dan een botsing die u gewend bent vanuit dagelijks leven. Vanuit dagelijks leven bent u gewend, oké, twee auto's botsen op elkaar. Al is dat met een enorme snelheid. Die auto's die vliegen in allerlei stukjes over straat. Maar als ik al die stukjes weer bij elkaar ga rapen, heb ik mezelf de auto weer terug. Dat gebeurt hier niet. Deze deeltjes veranderen in andere soorten deeltjes. Dus één van die 17 bouwblokken die daar een interactie uit aangaat, verandert in één van de andere bouwblokken. Dat is letterlijk wat er gebeurt. En niet trouwens één, ontzettend veel van die andere bouwblokken. En dat is precies wat je hier ziet. En wat is nou het leuke? Al deze bouwblokken zijn in principe te meten in onze detector. Die kunnen we zien, die laat een bepaald spoor achter. Allemaal, behalve die donkere materie. Die zien we niet. Dus hoe gaan we er nou achter komen dat er inderdaad donkere materie is gecreëerd in onze detector? Nou, dat is iets grappigs. Met zo'n deeltjesbotsing weet je één ding. De energie die erin stopt en de energie die je erna uitkrijgt, is gelijk. Dus dat filmpje, dat promotiefilmpje wat ik heb rondgestuurd. Ik heb dat niet in Nederland opgenomen, maar in Engeland. En in Engeland betalen ze natuurlijk niet met euro's, maar met ponden. Dus wat ik ga doen, ik heb 20 pond, ik ga naar een wisselkantoor. Ik zeg, nee sorry, andersom. Ik heb 20 euro, ik ga naar een wisselkantoor en zeg, ik wil daar pond voor terug. Nou, dan geven ze me, weet ik veel, 17, 18 pond terug. In heel andere munten, het ziet er heel anders uit, hele andere hoeveelheden. Maar het enige wat ik zeker weet, is dat de waarde van mijn geld in principe het blijft hetzelfde blijft, minstens geen Brexit is. De bank is de donkere materie. Ja, misschien wel. Nou, laten we aannemen dat de Brexit er niet invloed heeft op de wisselkoers en dat de wisselkoers constant is. Dan is op die ene seconde dat je geld gaat inwisselen, de waarde van je geld gelijk. Nou, dat is wat er hier ook gebeurt. De waarde, hier, de energie van die botsing, is voor en na de botsing gelijk. Maar ja, als je nu gaat meten en je ziet die disbalans, je ziet dat dat niet waar is, dan zou je kunnen concluderen, oké, we hebben donkere materie gevonden. Maar dat is natuurlijk niet de enige conclusie die je kunt trekken. Ten eerste kan het zo zijn dat je detector simpelweg kapot is. Ik bedoel, die dingen gaan wel eens kapot. Er vliegen deeltjes erheen met een enorme snelheid. Die maken je detector ook kapot. Daar kunt u van uitgaan. En ten tweede, we hebben ook die vervelende neutrino's nog. Neutrino's doen precies hetzelfde in onze detectors. Die zien we ook niet. Nou, hoe kom je nou achter wat is? Dan kom je achter door ten eerste hele goede voorspellingen te maken voor dit soort processen. Dat is wat ik doe. Jee! En ten tweede, je hebt experimentatoren nodig die heel goed hun detector begrijpen. Die moeten precies weten welke pixel aan en uit is. Die moeten volledig die detector kunnen begrijpen. En wellicht, ergens in de toekomst, nu helaas nog niet, kunnen we dan claimen dat we donkere materie hebben gecreëerd in deze deeltjesversneller. Vanwege dat plaatsvinden? Ik wou dat ik het u dat kon vertellen. Oh, maar, nee, nee. Oh sorry, daar. Ja, nee, dat, geen idee. Wat zou dus een Nobelprijs waard zijn als dat 100% zeker. Ja. Het is wel zo dat deze deeltjesversneller alleen nooit kan vaststellen dat het echt donkere materie is geweest. Wat zij kunnen zeggen is, er is in ieder geval iets meer dan wat ik heb voorspeld. Maar wat dat iets meer dan is, heb je die andere experimenten weer voor nodig. Dan moet je wel verdomd zeker zijn dat je detectoren echt alles weten wat je... Ja, klopt. Nou, nee. Als je gewoon een stuk mist van... Nee, daar had ik nog een vraag over, want... Ik heb altijd gedacht dat bij het botsen van twee deeltjes er niet compleet nieuwe deeltjes ontstaan, maar dat alleen het arrangement van de deeltjes vooruit zijn opgebouwd op een andere manier. Nee, ze veranderen echt die interactie. Is er geen kwark dat in een andere kwark... Ja, dat gebeurt dus precies wel. Ja, je kunt in andere soorten kwarks, maar... Ook in W-bosonen, ook in Z-bosonen, ook in licht.
Als die energie laag is van die botsing, dan heeft u gelijk. Dat is het eerste voorbeeld wat ik liet zien. Dus van die directe detectie, daar is die energie veel te laag om echt een ander soort deeltje te gaan vormen. Daar heb je simpelweg een, ja, daar gaat een beetje schudden. Maar hier is de energie zo enorm hoog, dat inderdaad deeltjes veranderen in andere deeltjes. Kwantummechanica. Goed, dit was de tweede methode. Dan heb ik er nog één voor u over. En dat is... Ja, sorry. Kun je een ondergrens aangeven waar, moet ik zeggen, dus al die analyses die tot nu toe zijn gedaan, hè, die geven aan dat daar niet die donkere materie gecreëerd wordt. Ja. Geef het gevoel voor wat de foutmarge, wat is de ondergrens die je aangeeft? Kijk, om zo'n analyse uit te voeren, moet je ten eerste aannemen wat je achtergrond is. Dat betekent wat de voorspelling is vanuit het model wat je al hebt. Ten tweede moeten de experimentatoren goed hun werk doen. Die moeten de verdelingen goed maken. Die moeten goed zeggen, dit is wat ik heb gezien en dit is wat ik niet heb gezien. Vervolgens zeg jij, oké, wat zou nou mijn signaal kunnen zijn? Dan neem jij een theorie aan. En bij die aanname komt een bepaalde interactie doorsnede, zoals u dat net zei. Komt een bepaalde wisselwerking. En die wisselwerking... Als je dat dan allemaal projecteert op een 2D-plotje, wat mensen doen, kan ik ook heel lang over praten, ben ik het er niet per se mee eens. Maar goed, dat wordt een borrelonderwerp. Als mensen dat doen, dan kun je inderdaad zeggen, dit is mijn limiet, tot zover kon ik komen, en dit is mijn fout erop. Dat is dan te zeggen. Kun je hem kwantificeren? Of... Nee, dat ligt helemaal aan de analyse. Dat ligt echt aan een analyse. Ik zou u dadelijk voorbeelden van kunnen laten zien. Goed. We hebben twee methodes gehad. Dan gaan we door naar de laatste methode. Dat is de indirecte detectie. Daarbij lees je het diagram van boven naar onder. En daarbij heb je dus twee donkere materie deeltjes die op elkaar botsen en nieuwe materie gevormd worden. Nou, werd net al genoemd. Hier is de verdeling, de dichtheid van donkere materie niet per se hoog genoeg om dit te laten gebeuren. Maar dat verandert in bijvoorbeeld de omgeving van een zwart gat. In ons melkwegcentrum is de verdeling wellicht echt wel hoog genoeg om dit soort botsingen te veroorzaken. Waarbij ook die donkere materie deeltjes dus veranderen in andere soorten deeltjes. En die andere soorten deeltjes die proberen we allemaal te meten met telescopen. Maar ja, donkere materie is natuurlijk niet het enige wat dit kan doen. Ik heb je net laten zien, gewone materie kan dit ook. Dus dit is een bijzonder moeilijke manier om te zoeken naar donkere materie. Er worden ook heel veel signalen gevonden, maar die signalen zijn tussen aanhalingstekens. Want dat kan net zo goed betekenen dat ze hun achtergrond compleet niet begrijpen. Dus hier, als je veel ontdekkingen wilt, ga dan werken in de indirecte detectie. Maar de kans dat wat je hebt gevonden ook daadwerkelijk donkere materie is... Ja, oké, ik kan er niks over zeggen, maar waarschijnlijk is die niet zo heel groot. Goed, dit waren dus de drie methodes. Nou, hoe vertaalt dat zich in experimenten zo? Dus wat ik hier heb ingetekend is de verschillende donkere materie experimenten die in ieder geval in de afgelopen 10 jaar aan zijn geweest of nog steeds aanstaan. Dus je ziet hier een aantal satellieten, je ziet hier bijvoorbeeld de LSC, een aantal directe detectie experimenten staan erop en samen met wel wat... Tienduizenden andere wetenschappers zijn mensen dag en nacht op zoek naar donkere materie. Wat is die donkere materie? Maar ja, wat ik al zei, het berust op dit principe. Als dit niet waar is, dan is al die moeite die we tot nu toe in hebben gestopt, eigenlijk voor niets geweest. Oké, niet helemaal voor niets. We weten namelijk dat dit in ieder geval dan niet kan. En dat is dus al heel veel waard. Nee, maar goed, dat is... Kijk, daarom ben ik ook begonnen met mijn hele verhaal met die Lost Woods, dus met The Legend of Zelda. Het voelt inderdaad... We lopen een woud in waarvan we niet weten waar we heen moeten lopen, waar het einde is. En het kan best wel zijn dat we een heel en de verkeerde richting inlopen. Erachter komen dat het inderdaad de verkeerde richting was. Het loopt ontzettend dood en we moeten weer terugkomen naar het begin. Maar het is heel belangrijk dat we die zoektocht wel gaan doen, dat we die zoektocht voortzetten. Want we willen uiteindelijk weten wat... Jij weet wat het is.
wat de mazzelsoort is, wat de 85% missende materie is. Hartstikke bedankt. Vragen? Hoe zijn ze erachter gekomen, eigenlijk bij dat plaatje daar linksboven, hè, dus ja. 10.000 jaar na de oerknal, dat die temperatuurverschillen zo ongelooflijk gering zijn van wat je zei, 1/10.000ste graad verschil tussen blauw en groen. Nou, dat is... Hoe kun je zoiets vaststellen? Dat is wat u meet. Ja? Ja, precies. Alleen dat? Oh ja, sorry. Hoe kan men vaststellen dat de temperatuurverschillen zo klein zijn? En dat is inderdaad, je meet de fotonen die binnenkomen, je meet hun golflengte en daarmee meet je hun temperatuur. En oké, er zijn heel veel effecten die in dit plaatje gaan. Bijvoorbeeld, wij draaien zelf. Dat verandert de golflengte. Denk aan een ziekenhuiswagen die voorbij sjeest, dan hoor je een ander geluid. Dat is eenzelfde fenomeen. Dat gebeurt hier ook. Dus dat moet je allemaal voor corrigeren. En als je dat hebt gedaan, krijg je dit plaatje. Ja, in hoeverre helpen theorieën nou bij deze zoektocht, bijvoorbeeld naar supersymmetrie? Mm-hmm. Dat je dan ongeveer weet van, het zou misschien deze massa kunnen hebben. Zodanig dat je daar misschien wat meer gericht ja. Met die hoeveelheid van data, wat specifieker kunt kijken van waar je iets kunt vinden. Ja, dus de vraag is, hoe helpen het opstellen van nieuwe theorieën bij deze zoektocht? Die helpen heel erg. Die geven namelijk een richting in... Kijk, je loopt in dat verdwaalde woud. Die theorieën zeggen, goh, misschien moet je hier rechtsaf. Misschien is daar wel iets te vinden. Maar meer dan dat doen ze ook niet. Het zijn theorieën, en daar komen voorspellingen uit. Maar het zijn geen vastgestelde ideeën. Zoiets als supersymmetrie is een heel interessant idee. Maar we hebben er nog geen bewijs voor gevonden. Dus we weten niet of dat echt gerealiseerd is of niet. Maar ja, de enige manier om erachter te komen is die test te doen. Is kijken of die klopt. Elke theorie één voor één afgaan. Kijken of die waar is of niet. Ja. Ik bij dat plaatje van die roterende sterrenstelsels. Daar, als ik het goed gezien heb, leek het erop alsof die sterren uit die spiraalarm langs de arm naar binnen draaiden. Maar ik denk dat dat niet te doen is. Oh, dan is het een slechte simulatie geweest. Ja, sorry. Ik heb die zo op een vrijdagmiddag. Kan best wel zijn dat het niet klopte. Ik zag hier ook nog een... Ja. Ja, u had het over de theorieën van Van Linden. De informatietheorie. Dat vind ik een heel lastige theorie. En misschien kun je iets meer vertellen over hoe die theorie... dit raadsel probeert te verklaren en wat volgens u de tekortkomingen zijn. Ja, dus de theorie van Erik van Linden die kijkt alleen maar naar het verklaren van die rotatiecurves. Dus die dingen die we in het begin hebben gezien. Daar focust de theorie van Erik van Linden zich op. En wat hij aanneemt is dat ruimte zelf een soort van inherente kracht heeft die tegelijkertijd de donkere materie als donkere energie zou kunnen verklaren. En dat berust hij uit een principe van de vaste stoffysica of van de condensed matter fysica. Daar kan ik heel lang op ingaan, maar ik heb dat niet voorbereid. Dus ik ga dan denk ik dingen zeggen die niet helemaal kloppen. Maar wat wel waar is, hij kijkt dus alleen maar naar die eerste twee fenomenen. Hij zegt bijvoorbeeld niks over deze. Zegt hij ook heel duidelijk in zijn paper hoor. Ik bedoel, het werd heel erg... opgeblazen in de media, van kijk eens wat deze man allemaal kan verklaren. Hij kan inderdaad dit verklaren en dit verklaren. Hij kan niet dit verklaren. In zijn theorie zou het overal hetzelfde werken. Dit kan hij niet verklaren, dit niet en dit niet. Dus wil niet zeggen dat zijn theorie fout is. Hè? Kijk, theorieën beginnen vaak zo. Beginnen met één fenomeen beschrijf je... En daarna bouw je daarop voort. En dat zeg ik al, hij is daar zelf heel eerlijk in. In zijn paper is hij daar heel eerlijk over. Maar de media blaast het nogal op tot zeggen, hij kan alles. Ja, dat is simpelweg niet waar. Ja. Dan vraag je over de publicatie uit 2019. Ja. Is het nou zo dat je dat moet zien als, we hebben ergens een uitzondering op de regel gevonden. Dat is ergens één plekje waar geen donkere materie aanwezig is. Of is er sprake van een continuum, waarbij je dus ziet dat sommige plaatsen... heel dicht is en op andere plaatsen eigenlijk
En als extremum vind je deze. Of is het echt een uitzondering op de regel? Ja, het is een uitzondering, maar het is ook een continuum. Dus ik liet een heel ideaal plaatje zien van hoe die rotatiecurve eruit ziet. Dat is niet hoe ze er echt uitzien. Sommige lopen omhoog als je verder naar de uiteinden van het sterrenstelsel gaat. Sommige gaan naar beneden, daar zit heel veel spreiding in. En dit is de eerste die we vinden waarbij we echt toe kunnen met alle normale materie die we hebben. Alle zichtbare materie die we hebben. Dus inderdaad, het is een continuum. Numerieke simulaties, zeg computersimulaties, kunnen je voorspellen, onder bepaalde aannames wederom, hoeveel je van dat soort sterrenstelsels wel en niet zou verwachten. Dus die geven je een handleiding op hoe groot die spreiding zou moeten zijn. Maar dat er echt helemaal niks is, is uniek. Er zijn er nu 2 van gevonden en dat is echt uniek. Ja. Ja. Ja, materie, antimaterie, is er sprake van anti-dark matter? Wellicht, wellicht. Ik zelf ben ervan overtuigd dat donkere materie niet één deeltje is wat we missen. Ik denk, kijk, we hebben 17 bouwblokken nodig voor 15% van de materie die we kennen. Hoeveel bouwblokken hebben we dan nodig voor 85? 1? Dat gaat er bij mij niet in. Dus ik denk dat er iets als anti-donkere materie best zou kunnen bestaan. Ik heb geen idee hoe dat eruit zou zien. Die theorieën zijn zeker niet opgeschreven. Maar ja, waarom niet? Dat is het korte antwoord, denk ik. Ik dacht dat er... Ja, sorry. Ja, met die curve waarbij je het dus niet nodig hebt, heeft dat ook nog invloed op je schatting van hoeveel donkere materie er moet zijn? Want dan denk je misschien, je hebt het lang niet overal nodig om... Ja, dus die 85%, 15%, die leiden we eigenlijk alleen maar af uit dit plaatje. Ah, okay. Je komt echt van het vroege heelal en dan de evolutie tot aan nu. Er zijn lokale verschillen, dat is wat die simulatie eigenlijk aangeeft. Er zijn zeker plekken zonder donkere materie. En er zijn plekken met heel veel donkere materie. Ja, want als het alleen puur zwaartekracht is, dan zou je dus inderdaad verwachten dat het gewoon op dezelfde plekken is als waar gewone materie. Precies, en dat zien we ook. Dit zien we ook. Ja, behalve dan in die ene... Ja, behalve dit. Maar goed, dan zou er dus inderdaad... stel, je hebt 2 botsende sterkernen gehad. Dat is een... enorm, of 2 botsende zwarte gaten waar die zwaartekrachtsgolven van zijn gedetecteerd. Dat is best wel een heftig event voor de ruimte. Dus wat dat gaat doen is, in die ruimtetijd zorgt dat voor een verstoring. Misschien is er zo'n verstoring geweest die al die materie uit het sterrenstelsel heeft geslagen. Waarom? Normale materie. Ja, nou ja, met zwaartekracht sowieso. Ja. Met zwaartekracht sowieso. Zou je golven van donkere materie kunnen krijgen? Ja. Ja, maar meet ze maar eens. Ja. Maar ja, het antwoord is zeker ja. Je kunt zwaartekrachtsgolven van donkere materie krijgen. Ja, maar ja. Als er zoveel donkere materie is, dan zou je verwachten dat je die net zo goed zou moeten kunnen meten als van gewone materie. Maar een zwaartekrachtsgolf zie je pas op het moment dat daar een hele grote verstoring is geweest van je ruimtetijd. Snap ik wel. Waarom zou donkere materie niet zo op elkaar klonteren als gewone materie, zoals je in een zwart gat? Nou, niet precies hetzelfde. Want donkere materie, om een zwart gat te kunnen maken, heb je een wisselwerking nodig met licht. Daar moet van alles gebeuren voordat het een zwart gat wordt. En donkere materie doet dit niet. Die komt niet zo dicht bij elkaar. Ja, maar donkere zwaartekracht. Dat is toch raar, want het is zwaartekracht. Dus waarom zouden we niet op dezelfde manier bij elkaar komen? Ja, maar om die singulariteit te creëren in je ruimtetijd, heb je niet alleen zwaartekracht nodig. Dan moet... Je hebt toch alleen massa nodig, wat gewoon... Ja, maar... Je weet helemaal niet dat bijvoorbeeld donkere materie zichzelf niet afstoot. Er zijn een heleboel dingen over onbekend. Nou, donkere materie komt vooral niet zo dicht samen. Kijk, oké, ik weet dat ik het allemaal simplistisch hier heb uitgelegd. Maar donkere materie kan dit simpelweg niet doen. Een deel daarvan misschien wel. Maar juist omdat die interacties zo klein zijn, hetzelfde veroorzaakt dat niet tot een één punt gekrompen zou kunnen worden. Wat er trouwens wel een uitzondering op is, sommige mensen denken dat donkere materie bestaat uit... hele kleine zwarte gaten die hier in het vroege heelal aanwezig zou zijn. Dat is een theorie die niet uitgesloten is. Dat zou best kunnen. Nee, dat kan niet. Want hele kleine zwarte gaten blazen zichzelf op. Ja, nee, deze zijn echt stabiel. Dit is een theorie die niet uitgesloten is. Ze moeten wel op precies het... Maar het zijn geen normale zwarte gaten. Nee, het zijn ontzettend kleine zwarte gaten. Het is niet hetzelfde zwarte gat als die wij hebben in het midden van het melkwegstelsel. Zeker niet. Het zwarte gat is zo snel als het zichzelf opblaast. Als het gewoon een pulse Hawkingstraat is.
Maar ook. Er is een range waarin de zwarte gaten klein genoeg zijn dat ze dit kunnen verklaren, maar nog niet zo klein dat ze al weg zouden moeten zijn. Maar dat is een kleine range. Maar hoe ontstaan die dan? 13,8. Nou, dat is ook weer de vraag. Dat is ook weer de vraag. Ik zag net daar nog een vraag, dacht ik. Nee, mijn vraag is al door iemand anders. Ah, oké, sorry. Ik kijk heel even naar jou. Kunnen we doorgaan? Kunnen we niet doorgaan? Wat jullie willen, als ik een enkele vraag is, kunnen we je ook bij de borrel stellen. Ik had een heel klein vraagje. Het is van de Voyagers bekend, die volgen ze nu al vele tientallen jaren, dat ze niet precies de baan volgen die berekend is. Zou daar zwarte donkere materie in rollen? Daar kan ik geen antwoord op geven. Dat zou ik niet weten, sorry. Nee, misschien iemand in de zaal, maar ja, nee. Dat is de pionieranomalie bedoeld, hè? Ja. En die is volgens mij nog iets anders verklaard. Dat nee, die was maar gedeeld. Oh, ik dacht dat de warmtestraling asymmetrisch was. Ja, dat klopt. Maar dat verklaart nog niet anders. Oké. Okay. Ja, tuurlijk. Moet je donkere materie zien als een theorie of moet je het meer zien als een verschijnsel waarbij verschillende theorieën onderliggend proberen dingen te verklaren en te voorspellen, zodat je ook experimenten kunt doen. Als mensen praten over donkere materie, dan bedoelen ze een constante in een wiskundige vergelijking. Dus in dat opzicht kunt u het zien als inderdaad een component die u toevoegt om een vergelijking kloppend te maken. Maar de implicaties, wat die component dan geeft, ja, die zijn enorm. Die zijn enorm. En dat is echt wat die zoektocht zo lastig maakt. Ja. En een volgende vraag is, is de veronderstelling dat donkere materie wel de wetten van Einstein volgt? Ja, zeker. Dat, ja. Wij gaan ervan uit dat... Is dat de redelijke veronderstelling? Ik bedoel, is dat plausibel? Nou, sommige mensen, namelijk Erik Verlinde, denken van niet. Nou, trouwens niet alleen Erik Verlinde. Er zijn ook genoeg wetenschappers bezig met een andere theorie opstellen dan die Einstein heeft opgesteld. En dat zijn geen crackpots. Dit zijn goede mensen, slimme wetenschappers. Het punt is dat we... Kijk, op het moment dat u een theorie gaat invoeren die inderdaad iets anders doet met zwaartekracht, dan heb je geen simpele beschrijving voor al deze fenomenen. Donkere materie is dat wel. Donkere materie is een simpele beschrijving voor alles wat we hier zien. Maar ja, dan is dus de volgende vraag, wat is het? Ja. Geen idee.